Goedemorgen allemaal. Beginnen al wat mensen binnen te druppelen. Goedemorgen, even mijn geluid uitzetten, anders horen we stereo. Echt vertraging op de lijn altijd. Nou, ik ben altijd van het op tijd beginnen. En het is 10 uur geweest, dus ik ga gezellig beginnen. We gaan vandaag een onderwaterkaart maken. Echt een heel leuk projectje. En ik ga beginnen om jullie te vertellen welke mal ik ga gebruiken. De basismal is een nieuwe shape art van Dutch Doobadoo. 470-713-206. En ik heb al wel wat voorwerk gedaan. Omdat het anders heel veel werk is. Dus ik heb hem een keer uit wit. De buitenste rand. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal die Dutch Doobadoo mallen wel. Goedemorgen nog allemaal voor iedereen die binnen druppelt. Bij de Dutch Doobadoo mallen trek je de buitenste om. Maar dat kan ook een andere zijn, hoor. Maar in dit geval de buitenste. En dan het designpapier pak je de opvolgende die erop volgt. En zo kun je een aantal matten maken. Ik heb in dit geval maar één mat gemaakt. En ik heb hem nog een keer in wit uitgestanst en dat wordt de standaard voor strak. Want die mallen die blijven uit zichzelf niet staan. Dus ik heb er een standaard achter gemaakt. Dat is gewoon nog een keer de mal uitstansen en dan precies door de helft een ridlijn maken. Die leg ik even opzij, want die hebben we pas helemaal op het laatst nodig. Ik probeer ondertussen mee te lezen. Als jullie vragen, opmerkingen hebben of andere dingen, dan probeer ik daar meteen antwoord op te geven. En het is echt lekker vreubel weer. Ik heb gisteren gewerkt. Echt. Ik moest van Vlijmen naar Waalwijk. Met 15 km per uur. Het was niet te doen. Zo glad op de weg. En vooral die binnenwegen, die zijn allemaal niet erg gestrooid. Dat is ook logisch, want snelwegen gaan voor. Dat snap ik. Dus dit is mijn mat. Dan heb ik de mal Angel. Die kennen jullie ook vast wel. Heb ik uitgestanst. Die geeft een aantal ringen. En de buitenste ring, die past dan weer heel mooi op deze mal. Daar heb ik weer een cirkel bij gemaakt, zodat er net van die kleine puntjes uit de mal steken. Dat vind ik echt heel schattig. Dat geeft net een heel klein beetje extra. Ja, Monika zegt het al, die Dutch Doobadoo mallen, die zijn heel gunstig geprijsd. En je tekent ze om. Knipt ze uit. Ik kan ze heel vaak gebruiken. Ja, veel goedkoper als snijmallen. Dus je kan heel lekker wisselen met je figuren, zeg maar, met je modellenkaart. Je hebt nooit meer een gewone normale kaart. Je hebt gewoon altijd gezellig een vorm, zeg maar. Dit is gewoon een basiscirkel. Kijk, en dan heb je net precies die kleine puntjes die eruit steken. Geeft net een beetje extra. Even kijken of ik hier iets weg kan klikken wat in de weg zit. Waarom? Ja. Ja, Juliette zegt. De doobadoo-mallen die gaan ook lang mee. Ja, die gaan oneindig mee. Dat is echt geweldig. Nou, dan heb ik van die cirkel een kleinere ook. Want we willen natuurlijk wel wat contrast. En die plak ik er gewoon op. Wat we trouwens gebruiken is het hele leuke, maar dat stond ook in de vooraankondiging. Het hele leuke kit van Feeling Krabby. Het is echt heel mooi designpapier.
met een heel leuk knipvel. Ik ga het even laten zien. Dat zit in de kit, maar dat staat ook in de vooraankondiging. En een heel leuk knipvel. Het knipvel heb ik trouwens al helemaal uitgeknipt, zodat het makkelijk te verwerken is strak. Nou, dan heb ik dus een mooie cirkel. Die wil ik wat verhoogd opbrengen. Dat kun je met foam tape doen. Ik ben van het hergebruiken. Dus ik heb stukjes karton. Foam tape gebruik ik strak wel. Maar dit werkt ook heel goed. En plakt ook gewoon eeuwig. Als je Dutch Doobadoo lijm gebruikt, dan hoef je niet bang te zijn dat je kaart uit elkaar valt. Die is over een jaar nog steeds helemaal geplakt met de Dutch Doobadoo lijm. En dan heb je een heel klein beetje relief al. Ik laat jullie gewoon goedemorgen allemaal, nog voor degenen die allemaal binnendruppelen. Ja, ik ben altijd erg van het op tijd beginnen. Ik heb zelf een hekel aan te laat komen. En mensen die dan op tijd om 10 uur inschakelen, die Ria, ja sorry, die kunnen altijd later terugkijken. Want ik vind altijd, voor degenen die op tijd zijn, die dan moeten gaan zitten wachten, dat vind ik altijd vervelend. Dus ik begin altijd op tijd. Dus je kunt altijd nog terugkijken. Nou, nu hebben we al een mooie basis voor onze kaart. En nu gaan we naar het hele leuke, spannende gedeelte. Wat jullie in de voorkondiging hebben gezien. Dat is een venstertje van Marianne Design. Even kijken in mijn bakje, want ik moet nog een... Die heb ik van tevoren gemaakt, maar ik laat jullie wel zien hoe het moet. Maar die moet namelijk een nachtje drogen. Dat zijn die schutvenstertjes. Die heb je in verschillende maten. En dit maatje... Even eentje. Dit maatje, dat past echt helemaal precies. Sorry. Helemaal precies in die patrijspoort. Dus dat is echt super leuk. Nou, wat ik heb gedaan, dat ga ik jullie nu laten zien. Ik had een stukje foam tape, wat eigenlijk te dik was, maar ik heb nu het goede. Dus ik laat jullie nu een mooiere versie zien. Dit is het foam tape van Joycraft. Het is 1 mm dik. 5 mm bij 2 meter. Dus het is best een flinke rol. En maakt ook niet uit, Christa. Je kunt altijd terugkijken. Nou, wat ik dan doe is een stukje mica. Zit ook in het pakket. Een transparant sheet noemen ze daar ook wel eens. En mijn schutvenstertje. Nou. Dan ga ik met dit mooie dunne foam, ga ik het schutvenstertje beplakken. Dit foam is mooi dun, waardoor je eigenlijk best wel goed de bochtjes om kan gaan. Regina vraagt welk nummer heeft deze mal? Welke mal bedoel je? De Dutch Doobadoo mal. Dat is, de nummers staan er tegenwoordig op. Dat is heel handig. De 470-713-206. Je gaat helemaal rond.
Papiertje, ja. Komt me achterna, dat klopt. Geeft niet. Ik word wel eens meer achterna gezeten. Nou, de volgende stap. Even kijken waar mijn. Dan pak ik even een stempelblok. Het is een oude stempelblok. Ik breng daar iets blauwe inkt op aan. En dan komt de truc. Een beetje haargel. Spateltje. Vermeng de gel met de inkt. En dan gaan we die gel, die gaan we in het venster zien te krijgen. De gel is net een klein beetje gekleurd nu. Hoe meer inkt je gebruikt, hoe donkerder je water wordt, zeg maar. Kijken of dat het genoeg is. Er mag wel iets bij. Ja, hier leer je nog eens wat, hè? Ik zie allemaal dat jullie het een leuk idee vinden. Maar daarom moet je dit dus een dag van tevoren doen. Want ik ga er straks, dadelijk bedoel ik, met kit nog eventjes de randjes dichtkitten. Want het mag natuurlijk niet gaan lekken. Dat zou echt heel erg slordig zijn als jij een kaart verstuurt. En hij komt aan op het adres. En de kit is er, of de haargel is er allemaal tussenuit. Bovendien zorg je met die kit ook dat het niet uit kan drogen. Nou, er zit een dikke genoeg klodder. Even gelijk schoonmaken. Dus het venstertje moet je echt een dag van tevoren maken. Of 2 dagen van tevoren. Of je maakt er een aantal tegelijk. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je altijd wat liggen. Nu ga ik mijn mica erop plakken. Oh, even in beeld. Sorry, deze kan weg. Nu plak ik mijn mica erop en dan draai ik mijn mica om en dan ga ik nog even met de kit. Ik gebruik die siliconen kit, zou ik niet doen, want dat wordt keihard, Marjan. En als je gel gebruikt, dan kun je als de kaart klaar is, ik zal even die van die al klaar is laten zien, dan kun je altijd het water nog bewegen. Gebruik je kit, dat wordt keihard en dan, ja, dan is het, kan je er niks meer mee en kun je het niet meer bewegen. En nu kun je het nog bewegen. Nou, dan pak ik mijn kit. Ik gebruik die van Colal. Die strandbrand geurloos en die werkt echt heel erg fijn. Er zit een spuitje bij en dan kun je eigenlijk alles goed dichtkitten. Dan hoef je niet bang te zijn voor de ontvanger dat de kit of de gel, sorry, ertussen uitloopt. Als je dikker foam gebruikt en je hebt van die, kijk, ik heb hier dikker foam, want ik had dat dunne nog niet. Dan heb je van die openingen, die moet je dan ook echt met kit goed vol zetten. Nou, dan leg je je venster leg je weg en dan laat je dus echt een nacht of 2 nachten drogen.
Dit leg ik even op een ander bureau, want mijn tweede naam is Sloddervos. Dan weet ik straks niet waar ik het heb gelaten. Nou, dan hebben we dit. Hebben we klaar. Nu heb ik deze. Heb ik in het zwart uitgestanst. Maar daar ga ik nog iets mee doen. Want ik wil dat het echt een mooi metalen venster wordt. Deze mal, er zit ook zo'n stikrandje. Hier. Dat is heel belangrijk, want dat hebben we ook nodig. Dus die twee dingen en dan mijn sluiting. Even zoeken. Ik had een bakje gemaakt waar ik alles in had gedaan. Dus ik moet even zoeken. Kijk, hier heb je de sluiting. En hier heb je dat hendeltje. Al die dingen die gaan we even bewerken. Met frantage. Kan ook met gewone embossing poeder. Nou, wat we dan doen, is de Versamark. Nee, je moet wel op tijd beginnen, dat klopt, Ans. Dit is een kaartje die je echt van tevoren moet maken en niet last minute. Nou, dan gaan we met de Versamark. Gaan we even de stans, papierstans, goed vet maken of ja, beinkten. Het is een soort doorzichtige inkt. En dan heb ik weer zo'n handig bakje. Even kijken dat er overal zit. Ja, Astrid zegt je kan er een paar tegelijk maken. Dat klopt. Maak gewoon een stuk of 3-4 venstertjes tegelijk. En ja, ik vind zelf ook een zeethema altijd hartstikke leuk om te maken. En nu gebruik ik hem met die Feeling Krabby. Maar ik vind het ook hartstikke leuk om met een eigen gekleurd plaatje erachter. Of een plaatje van echte vissen bijvoorbeeld. Hè? Dat je een plaatje van uit een natuurboek scheurt. Of maakt niet uit waar je het vandaan haalt. Achter dat venstertje. Nou, dit kennen jullie vast ook wel. Hè? De embossingpoeder erover. Deze frantage die ik gebruik is Age Copper. Frantage is soms wel eens moeilijk om aan te komen, zeg maar. Dat is een product waar de winkeliers ook niet zo makkelijk aan kunnen komen. Dus als je het een keer ergens ziet liggen, dan hebben. En je doet er heel lang van. Iedere keer maar een beetje poeder nodig. Dat smelt terug. Ja, op z'n tijd een koffietje, Annie, Anneke bedoel ik, is ook belangrijk. En je kunt altijd terugkijken, dus deze video die blijft er gewoon op staan, dus je kan altijd terugkijken. Kijk, het geeft echt een hele mooie metaalglans. Nou zit hier nog wel zwart, dus dat wil ik eigenlijk nog. Je kunt gewoon nog een keer Versamark erop doen op de plekken waar je het niet genoeg gedekt vindt. Nou kan hij wel. Even laten drogen. Oh, dan heb ik hem daar aangeraakt. Die embossingpoeder die moet heel even een beetje drogen. Uh,
Astrid vraagt of er een lijstje met benodigdheden is. Astrid, ik werk met de kit. Staat ook in de groep. De Feeling Krabby Kit. En ik heb er natuurlijk wel allerlei dingetjes nog bij gebruikt. Maar de kit is het beginsel. Nou, deze die kan even opzij. En nu hebben we dit nog. Normaal werk ik op een glazen plaat, maar die schittert zo erg. Als ik dit nou op mijn snijmat doe, dan krijg ik allemaal die embossingpoeder erop geplakt. Dus ik pak even mijn stempel dingetje erbij. Om die kleine stukjes te kunnen doen. Even een... Kun je die ringen los met het stansje of niet? Of stansje in een knipje? Die... Welke ringen bedoel je? Loes? Ik weet niet welke ringen je bedoelt, Loes. Knip je die ringen los met het stansje of niet? Bedoel je die ringen van de Angel mal? Dat zijn allemaal losse mallen. Losse ringen als je ze gestanst hebt. Kijk, dat gebeurt er als je te vroeg pakt. Heel even laten drogen. Grietje of Yvonne, de kleur is Age Copper. Kleine friemeltjes, altijd een beetje, ups. Dat is vervelend met die kleine friemeldingen. Nou, is genoeg koper erop. En dan hebben we die ring nog. Die is echt belangrijk, dus die ga ik ook doen. Mag wel iets meer op. Ja, het is even een gepriegel, Aafke, maar ik hou wel van dat priegelwerk. Het resultaat is dan strak wel echt heel mooi, dus... ik vind het niet erg om te priegelen.
Zo. Dan kan de verza maar ik opzij. Het poeder wat ik over heb gaat terug in het bakje. Even mijn werkblad schoonmaken. Zo, hebben we weer een beetje schoon werkblad. Nou, dan pak ik mijn bakje erbij, hè, wat ik al gemaakt had. Kijk, en jullie zien, als ik die binnenste ring niet zou gebruiken, dan heb ik hier echt een loze ruimte. Nou, dit ga ik ook weer met lijm gewoon doen. Die Dutch Doobie Doo lijm, die plakt echt geweldig, dus die kun je gewoon goed gebruiken. Let erop dat je het bakje met de bovenkant bovenop en niet andersom. En dit kan erop geplakt. Even vasthouden. Ik leg het even neer. Vast kan houden. Die lijm die moet even een klein beetje drogen. Zorg dat die een beetje in het midden zit. Ja, het is Ine, dat klopt. Het is embossingpoeder. Maar Frantage is embossingpoeder met wat extra. Deze is met koper. Dan zie je dat oude koper, zeg maar, erin. En dat is met al die frantages, dat is gewoon het merk. Dat is van Stempedoes. Ja, je hebt er heel veel verschillende van. Allerlei kleurtjes. Je hebt ook wit, dat lijkt weer op sneeuw. En embossingpoeder heb je tegenwoordig ook met wat extra erin, maar dan weet ik niet precies hoe dat heet. Maar dat heb je tegenwoordig ook, hoor, met extra korreltjes erin, zeg maar. Nou, dit begint te plakken. Even een beetje geduld hebben. Ja, Age Rose is er ook. Klopt, Grietje. Er zijn heel veel kleurtjes van. En wat ik al zei, voor de winkeliers is het soms moeilijk om eraan te komen. Dus als je het tegenkomt ergens, dan moet je het meteen kopen. En je doet er echt jaren van. Ik heb deze al, ik denk al wel een jaar of 7. En hij is nog maar half leeg. En ik gebruik het echt best wel regelmatig. Nou, dit plakt. Dan de middelste ring. Die is echt wel belangrijk. Nu vind ik echt wel wat extra geven. Kijk, en dan zien jullie door die middelste ring. Zie je ook het foam niet meer. Nee, dat klopt. Frantage kun je geen tekst mee. Het is meer een beetje een mixed media product. Nou, terwijl dit even een beetje droogt, kan ik mooi lezen wat jullie zeggen. Nou, hier plakt hij niet, dus hier moet ik een beetje lijm onder. Nou, hier wil hij niet plakken. Beetje lijm extra.
Grietje, je kan altijd terugkijken. Deze die blijft gewoon in de groep staan, dus je kan altijd terugkijken. Hij wil niet zo plakken vandaag. Zo, nu hebben we de sluiting nog. Die moeten we natuurlijk ook, of het scharnier. Ik zit altijd, ben altijd aan het twijfelen of ik het zo, ik denk zo, zo op doen. Ik denk dat ik mijn lijmpistool even aan moet zetten, want hij wil niet plakken vandaag. Ja, lijmvellen zijn ook handig. Als je ze hebt, heb ik niet. Normaal gesproken plakt het eigenlijk altijd, dus ik snap niet waarom dat hij nou niet wil plakken. Misschien heb ik niet genoeg geduld. En deze sluiting zit hier. Nou, dan hebben we het bakje klaar. Nu heb ik heel veel van die leuke dingetjes uitgeknipt van het knipvel. Dus nu ga ik eens even kijken welke dat we erachter gaan plaatsen. Ik denk dat het leuk is als we een paar visjes... Ja, nou begint hij wel te plakken hoor. Die ring met smalle tacky tape. Nou, die ring is echt zo smal, daar past geen tacky tape op. Het is echt een heel smal ringetje. Dus dat gaat niet lukken. Deze komt erachter. En hier moeten we natuurlijk die visjes. Je moet wel goed afsteken, dus misschien een rode staart. Ja. Keuzestress. Allemaal mooie rode vriendjes. Kijk, dan krijg je echt een onderwater tafereeltje. Petra vraagt welk bakje ik heb gebruikt voor het embossingpoeder. Dat is de Snappy Tray. Kijk, je kunt het water ook nog laten bewegen, hè? En zorg ervoor dat je figuurtjes natuurlijk een beetje afsteken. Hier kan nog een klein visje.
Zo. En dan kunnen we hem erop gaan plakken. En dan plakken we het geheel, plakken we weer in het midden. Een beetje in het midden. Nu hebben we hier natuurlijk een opstaand randje. En dat gaan we nog heel leuk met allerlei andere dingen versieren. Ik heb het zeewier. Heb ik ook uitgestanst. Wat ik hiervoor heb gebruikt is een oud velletje. Waar ik mijn breier bij een mixed media projectje gerold heb. Die velletjes die gooi ik nooit weg. Want die vind ik eigenlijk heel erg leuk. Om bijvoorbeeld zeewier uit te stansen of andere dingen. Dan heb je een heel mooi gemêleerd geheel, zeg maar. Ik ben echt niet van weggooi. En als je wat bewaart, dan heb je wat. Het vuurtorentje heb ik met groen deze keer. Het vuurtorentje is van Noordesign. Even kijken, ik had nog wat zeemeeuwen. Nog één volgens mij. Nou. Oh ja. We gaan natuurlijk die zeemeerminnen gaan we natuurlijk ook nog gebruiken. En het grappige is dat je dus, omdat je in het midden nog veel ruimte hebt, kun je van alles nog ertussen steken. Keuzestress, keuzestress. Deze vind ik wel leuk daar. Je kunt ook kit gebruiken. Als je zegt van ik wil het nog eens een keer verschuiven, dan gebruik je kit in plaats van lijm. Deze die kan ook. Even een kitspuitje bijvullen.
Hele fijne kit, ja. Gemist hoe je de zeemier bewerkt hebt. Dat zijn vellen van waar ik mijn breier op afgerold heb. Al die kleine figuurtjes, die zijn echt heel erg grappig om overal tussenuit te laten steken. Ja, met een beetje geduld. Iemand zegt hij wordt echt zo leuk. Met een beetje geduld en een beetje friemelen. Kijk, en je mag die zeewier hier best een beetje op laten komen. En ik ga jullie dadelijk nog iets laten zien wat echt heel leuk is. En die kan daar. Wat ik dan nog heb, ik wil hem ook niet te druk maken, want je kunt natuurlijk eindeloos doorgaan met versieren. Maar ik wil hem ook niet te druk maken. Ik heb hier nog een paar zeemeeuwen die ik dadelijk wil gebruiken. Die vind ik ook altijd erg leuk. En om die gaten hier op te vullen, ga ik natuurlijk materiaal gebruiken. Dit is, hoe heet dat ook alweer? Ik ga niet op de naam komen. Filantia. En dat Filantia. Even mijn lijmpistool aanzetten. Met dat Filantia ga ik die holte, zeg maar, opvullen. En als dat dan gedaan is, dan stop ik er nog een paar figuurtjes tussen. En dan tot slot moeten we natuurlijk nog een tekstje hebben. Even mijn pistool warm laten worden. En verder, als ik naar het strand ga, wat wij heel graag doen in de zomer, zal ik nooit terugkomen zonder schelpen gezocht te hebben. Oh, ik heb hier nog een stukje. Kan ook nog dat we er nog een stukje. Nou, doen we het rek even kijken. Kijk, dit is ook nog van dat natuurlijk materiaal. Mijn pistool ligt toch warm te worden.
Een paar leuke schelpjes erbij zoeken. Wat we daarvan zullen gaan gebruiken. En dan heb ik ook nog van die mixed media stoontjes. Die doen we dadelijk ook nog gebruiken. Dan laat ik jullie ook zien hoe je die moet verwerken. Sorry. Nou, eens kijken of dan mijn pistool al warm is. Begint. Dus dan ga ik mijn tilantia. Ik vind het trouwens ook wel leuk om dat visnet te gebruiken. Nooit niks weggooien. Dit is maar een heel klein stukje. Gewoon bewaren. Komt altijd van pas. Kijk, het is natuurlijk ook heel leuk om bij te gebruiken. Klein beetje hete lijm. En friemelen maar, hè. Ik ben nog niet klaar hoor, Gerda. Jullie willen allemaal al weg. Jullie willen aan de koffie. Kijk, het gat dat daar dus zat. Omdat die wat hoger is, kun je echt met die tilantia heel mooi wegwerken. Tilantia kun je gewoon bij de bloemist. Grote zakken. Doe je ook weer jaren van. Je kunt het ook knippen als het te veel is. Waar is mijn schaartje? Oh, hier. Tweede naam is slordig, hè. Kijk, wat er te veel is, knip je gewoon weg. Nou, nog een paar schelpjes. Schildpad, die wil ik eigenlijk hier. De kopie van die schildpad. Wil ik eigenlijk hier tussenuit laten piepen. Ja, bobbel envelop. Klopt, Yvonne. Dit soort kaarten, die kun je of afgeven. Of inderdaad met een bobbeltjes envelop. Kun je echt wel opsturen.
Kijk dan hoe leuk de koppie. Die draden van die van het lijmpistool kun je gewoon wegpakken hoor. Nou, we moeten nog een sentimentje. We zijn nog niet helemaal klaar. Hier nog. Nee. Nu genoeg, hè, weten te stoppen. Dit even naar de kant, dan ruim ik zo meteen op. Even nog een sentimentje van het leuke. Ahoy, vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Of hello, er zitten ook hele leuke tekstjes bij. Ocean of love, happiness comes in waves. Just keep swimming, vind ik ook wel leuk. Just keep swimming, gaan we die doen. Mijn lijmpistool kan uit. Dat zal ik eerst even doen. Oh ja, ik ging jullie die bobbeltjes nog... gaan we ook nog doen, hoor. Scheef, lijkt het wel. Even een klein doedelrandje. En die steken we daar. Zo. Nu laat ik jullie nog even zien hoe je die steentjes kan verwerken. Dan pak ik weer mijn oude stempelblok. Een beetje mod podge. Voor de zekerheid leg ik het in mijn snappy tray. En dan gaan we die steentjes, die gaan we even vermengen. Met de mod podge. En dan kun je hier en daar kun je nog een beetje van die steentjes laten vallen. En die drogen strak transparant op. Alleen de balletjes blijven dan zichtbaar. Zomaar een paar hier en daar. Zie je ook wel in de zee, hè, dat er van die kaviaarballetjes of zo. Zo, is genoeg. En dan is dit mijn kaartje voor vandaag.
Ik zal er dadelijk nog een leuke foto van maken en hem op de Facebookpagina plaatsen. Loes, ik bedoel de delen van de patrijspoort die zitten aan elkaar in de mal. Knip je die dan los voor het stansen? Nee, die zitten in de mal. Die moet je niet losknippen, want dan raak je die kleine stukjes kwijt. Dus als je ze gestanst hebt, dan vallen ze er los uit. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie weer een ideetje hebben om zelf ook aan de slag te gaan. Tot de volgende keer. Doei doei!